Ja, als ik hier welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Infinite Warfare video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag spelen wij 2 krenkpotjes. Oké, dankjewel hoor. Meteen aan het begin. Vandaag spelen wij 2 krenkpotjes achter elkaar. Voor de mensen die krenk als game mode niet kennen. Het is een game mode waarin je natuurlijk op het moment dat jij 1 kill maakt, je sneller rent. Je sneller door de map kan bewegen. En je gewoon eigenlijk daardoor natuurlijk automatisch ook meer mensen tegenkomt. Hopelijk ook meer mensen kan killen. En gewoon iedereen een lesje leert. Dus vind je dit dan leuk om naar te kijken, dan natuurlijk zoals je kaart op lijkt. Op het is zo dat jij een 30 seconden counter in je beeld hebt zitten. En is die 30 seconden counter voorbij en maak je binnen die 30 seconden geen enkele kill, dan ben je de Sjaak, want dan ben je, ja, wat zou ik zeggen, dood. Dus je moet heel erg goed natuurlijk opletten dat jij niet 30 seconden lang geen enkele kill pakt, want dan ben je gewoon kaart de lul. Oh, wat een lucky bastard. En dat wil natuurlijk gewoon niemand zijn. Dus we doen ons best. Oh, stomme walrijd daar. Of walrun daar altijd. Ik ben er al zo vaak naast gevallen, hè, bij dat stukje. Poepcamper. Er zit er nog een. Teammate. Hij komt door het rapen, sowieso. Ja hoor, die had ik door, jongen. Ze zitten nu allemaal recht voor ons. Maar wacht, gaan jullie eerst naar buiten dan? Sommige teammates letten echt niet op, hè, zie je dat? Holy tietenfrieten, man. Ik heb mijn warning in ieder geval. Maar wat sommige teammates van me doen, heb ik echt geen flauw benul van gewoon op sommige momenten. Hebben ze een andere MV4 opgepakt, want die van mij was bijna leeg. Ze zitten hier, man. Ik ben bang. Ik durf nu niet naar binnen te gaan. Er zitten er ook 2 in mijn rug nu. Ah, oh, dankjewel teammate. Er zit er nog één. Kijk, ah, in mijn rug. Shit, jongen. Holy shit, maar deze game speelt zo ongelooflijk snel, jongen. Overal waar je kijkt, loopt eigenlijk wel iemand. En natuurlijk, op het moment dat jij 1 kill hebt gemaakt, ga je ook sneller lopen. En daardoor loopt eigenlijk deze hele game mode loopt echt gewoon vele malen sneller daardoor. Dus het is heel erg goed opletten. Het is echt gewoon je kopje erbij houden, want anders ben je gewoon de Sjaak. Zo makkelijk is het eigenlijk. Ik heb mijn equalizer, die gaan we even inroepen. Mooi momentje ervoor. Dat is 1, daar loopt er nog 1. Dat is 2 en dan zijn ze alweer op. Kutzooi. Begin ze net te gebruiken, man. Teammate, ik hoor bij, vriend. Pas op hoor, jongens. Ik maak daar loopt er 1. Dankjewel, lekker teammate. Ja, dat kan gezien op de minimap, gelukkig. Anders was ik nog hard te lul geweest ook. Lekker hoor, jongens. Gaat goed, Tiro. Lekker bezig hoor, teammates. Let op. Oké, lekker. Ik heb meteen weer een nieuwe warden, maar dan loopt er daar nog 1. Dus ik wil even ingezoomd blijven lopen. Ik moest reloaden daar, jongen. Ik wist dat hij achter me zat. Maar ik heb wel een Advanced UAV. Ik heb ook een Warden. Dus dit is keihard, jongen, wat we nu aan het doen zijn. Holy shit. Die had ik niet verwacht, man. Dat we deze enemy zo hard zouden... Dankjewel, man, met je K-bar. Dat we deze enemy zo hard zouden pakken. Maar holy knetterkak. We doen het goed, jongen, op dit moment. Ik moet weer even 1 kill zien te krijgen. Want daardoor krijg ik natuurlijk mijn krenk weer. Dus we kunnen weer lekker snel door de map bewegen. En het is gewoon handig om altijd krenk te zijn. Want je loopt zoveel sneller door die map heen. Ja, shit. Ik kon er niet meer voor weg. Hij schoot me recht op mijn bakjes, man. Dus je moet... Oh, lekker. Warden heeft de kill. Dan heb je meteen weer krenk. En je loopt zoveel sneller, jongen. Deze game mode zit, by the way, voor de mensen die het graag willen weten. Voor eventjes in Infinite Warfare. Dus wil je hem nou graag spelen, dan moet je wel snel zijn. Voordat ze... Nou, in mijn rug. Voordat ze hem er weer uithalen. Dus dat sowieso is even zijn puntje natuurlijk om in de gaten te houden. Dankjewel, teammate. Sowieso eentje hierboven. Achter me zit er ook één. Achter me zit er één. Oh my god, get wrecked, vriend. Zit er hier nog één? Rechts van me, als het goed is. Niet in mijn rug komen, alsjeblieft, want dan word ik boos. Hij is... Ah, ze kwamen wel via achter, man. Ik had die vent al moeten hebben daar, joh, die doorliep. Ik had die gozer moeten hebben daar, oh, maar ja. Dat is helaas, pindakaas, niet gebeurd. Puur omdat ik gewoon lekker scheef was, kan wel eens gebeuren helaas. Lekker bezig. Equalizer blijft zo'n fijne combat rig, joh, dat is echt. Niet normaal meer, lekker bezig hoor teammate, goede kills man. Lekker hoor teammate!
goed potje gespeeld, man. Zo wil ik het zien. Ik heb 12 assisten. Dat is echt, ja, eigenlijk gewoon echt mega veel. Maar Warren heeft dingen gedaan met Advanced UAV. Die heeft natuurlijk mijn team en mij geholpen. En we hebben gewoon echt keilek geschoten. Dus goed gedaan, teammates. Wij hebben het ook lekker gedaan. Maar we spelen nog een potje erachteraan. Game nummer 0. Dan gaan we nog een keer, jongens, in natuurlijk het tweede potje. Dit is map mede. Dat is natuurlijk sowieso al een snel lopende kleine map. Maar in deze game mode gaat hij alleen nog maar sneller worden. Gaat hij eigenlijk op die manier alleen nog maar kleiner worden. Dus dit is heel... Achter me. Ik hoorde hem. Dus het is heel goed opletten in deze map. Dat is het enige wat ik eigenlijk zo'n beetje weet. Dus ik probeer op te letten. Oh, je zag je hem? Ik probeer goed te kijken. Ik probeer bovendien ook te luisteren. Dankjewel, teammate. Ja, het doet. Ik weet niet meer waar ze zijn, man. Sorry, teammate, want ik je moet helpen, maar dat deed ik niet, want ik bleef campen. Zo, nou, mijn campspotje zit er weer op. Ik heb er goed gezeten. Ik heb gelukkig nog wat kills kunnen maken. Alleen nu is het tijd voor het echte werk. Nu gaan we... No, yo! Zo! Ik moet daar weg, Nu gaan we niet meer stil blijven zitten, want daar winnen we helemaal niks mee. En ik heb nog 20 seconden. Kut, dan moet ik doorrennen. Uh-oh. 18 seconden, 17 seconden. Door blijven rennen, alsjeblieft. Oh, wow, ik raakte zoveel, man. Je moet ook in deze game, maar dat is best wel handig. Moet je ook heel snel kunnen reageren. Want natuurlijk lopen die enemies sneller. En gaan ze sneller naar links en naar rechts. En op die manier moet jij ook ervoor zorgen dat jij sneller kan checken waar ze precies naartoe gaan. Want het is zo lastig als zij zo snel bewegen om ze gewoon op zo'n moment te raken. Dus je ziet sowieso dat ik meer kogels gewoon misschiet. Puur gewoon omdat het lastiger is om iemand te volgen met jouw aim. En je loopt zelf ook nog eens sneller. Waardoor het ook altijd nog ietsje lastiger wordt, vind ik zelf. Dus het aim op deze game mode, dat is gewoon aan een wat moeilijkere kant, om maar zo te noemen. Ik ga expres liggen, want hij komt hier het hoekje om. Lekker hoor, teammate. Lekker bezig, jongens. Achter me. Oh, nee! Hij sloeg me serieus! Ik zat hem te zoeken, man! Ik zat hem te zoeken. Kutzooi, die voor je, vriend. Dat was mijn kerstpotje. Ik zat daar net. Nou, kut weer! Wat? Oh, hij heeft die RVN in zijn handen. Er zit gewoon iedereen te nijven, jongen. Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Hij doet het. Ik vind het best. Hij doet het. Lekker teammate, assist heb je niks aan, want ik word je niet crank namelijk. Ik moet even crank worden. Let's go. Zullen ze naar onze rug komen of niet? Ik ga voor de zee. Dat dacht ik al, hè. Ik dacht het al dat ze in onze rug zouden komen, dus ik ging maar even een kijkje nemen, want... Ik vertrouw dat soort dingen eigenlijk nooit. Je keek de verkeerde kant op, lul. Je moet wel de goede kant op kijken als je kill hebt, zag je het? Hij zat gewoon te kijken van, hé, waar is die? Maar ik zat aan de hele andere kant. Heel veel wachten, want ik weet niet... Ja, ze hebben carepacks. Oh, kut. Ja, kut timing. Ik had nog even moeten wachten, man. Waarom doe ik dat dan niet, hè? Ik had serieus gewoon 1 seconde lang moeten wachten en ik had hem gehad, hè? Ah, dat was mijn geduld weer die gewoon scheid ging doen. Ik moet wel zeggen, die warning is echt mega chill, want daardoor word je ook gewoon crank. En het enige wat je wil is eigenlijk gekrenkt worden in deze game mode. Dus die Warden die helpt er wel eventjes goed bij, moet ik zeggen. Dus thanks, Wardentje. Zit ze hier nog? Zit ze aan de andere kant? Is daar de... Oh, de tripmine is weg. Oh, wauw, goede kill, man. Kom op, Warden, maak even een kill. Dan ben ik weer krenkt namelijk. Oh, kut. Oh, joh, die stond me op te wachten. Gek. Oh, ik was al bijna dood. Die hoefde maar 1 oog te raken. Het loopt zo ongelooflijk snel, jongen. Dit is echt niet gezond, gewoon. Lekker, ik ben weer krank. Dankjewel, Wardentje. I appreciate it, man. Heb je een teammate? Teammate die had je moeten hebben? Ik moet snel rennen, man. We staan op dit moment achter, maar we kunnen dit potje wel echt makkelijk winnen, heb ik zo'n gevoel. Alleen daarbij heb ik ook wel echt mijn teammates hun support nodig. Want ik kan het natuurlijk niet zomaar even in mijn eentje doen. Hij loopt onder me. Nee, achter me. Shit, hij kwam een trappetje op. Hij had mij sowieso ook gehoord. Ik hoorde hem namelijk eerst onder me zitten.
En hij is daarna dus gewoon super rustig is naar boven gelopen. Dus ja, die had ik helaas niet door. Die mensen zitten hier gewoon achter je. Oh, jongens, kom op. We kunnen het makkelijk winnen, man. Mijn teammates moeten iets beter opletten op sommige momenten, joh. Kom op, jongens. We kunnen dit winnen. Super easy. Heel veel wachten hier, want ze komen eraan. Dat wou ik zeggen. Dankjewel. Dit is zo goed opletten. We staan nog steeds achter. Maar het irritante is dat ik zeker weet dat we dit makkelijk kunnen winnen. Alleen... Equalizers, ik heb nog een UAV voor jullie teammates. Ik probeer alles in te roepen, maar ik heb wel een beetje hulp nodig. Oh, hij zat in het hoekje! Nee, hij wist het! Ja, shit! Daar kon ik helaas niks aan veranderen, man. Hij wist dat ik daar zat, joh. Kutzooi. Oh, die aim, zag je? Dat kwam door die krenk, omdat je sneller bewoog, hè? Ja, we hebben dit potje verloren. Helaas, pindakaas. Ah, man. Ik heb zo mijn best gedaan. En dan verliezen we ook nog. 37-14 als eindscore, man. Oh. Ja, mijn team is daar 3. Oh, mijn team is daar 316. Oh. Oké, dan kan ik wel een beetje begrijpen waarom we hebben verloren. Hij heeft wel zijn best gedaan, weet je. Je kan zeggen wat je wil. Hij heeft wel zijn best gedaan. Dus we weten, gaat het volgende potje 16-3. Dan draait hij score om. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar helaas hebben we dit potje verloren, man. Ik heb mijn best gedaan. Enemies hebben sowieso goed gespeeld. Er zit ook een fucking prestige 11 of zo in. Ik weet niet welk precies dat is. Het is in ieder geval een hoog prestige. Dus mocht jullie hebben genoten, jongens, van deze video, cranked in Call of Duty Infinite Warfare. Ram natuurlijk zoals je kaart op lijkt op deze game. Want zit er volgens mij nog eventjes in. Daarna verwijderen ze weer. Ik weet niet of ze het voor altijd gaan houden. Maar waarschijnlijk zullen ze de game mode weer uitgooien. Puur omdat het een futured game mode is. Dus geen flauw idee of ze het erin houden. Of dat ze het er weer uithalen. Maar je kan er nog eventjes van genieten. Je kan nog eventjes spelen als je het leuk vindt. Dus heel bedankt allemaal voor het kijken. Heel bedankt allemaal voor de support. Jullie zijn awesome. En tot de volgende keer. Bye bye, mensen.